Goedemiddag allemaal, mijn naam is Willem Punt en ik ben waarschijnlijk de laatste overlevende van de Unio Maru. Volgende speelde zich af in september, begin september 1944. Wij waren niet zo lang daarvoor van burger geïnterneerde krijgsgevangen gemaakt. En er zat een logica in, omdat de koopvaardij, vooral de koopvaardijmensen, die vielen onder commandant Zeemacht en de koopvaardijschepen waren zo goed als allemaal zwaar bewapend. De andere categorie gevangenen die daar zaten, dat waren de zogenaamde stadswachters. Stadswachters, die werden niet verondersteld in actieve dienst te zijn, maar gewoon de stad waar ze werkten te bewaken voor mogelijke ongeregeldheden. Dus na ongeveer 3 jaar werden we alsnog krijgsgevangen gemaakt en getransporteerd met treinen, blinde treinen, naar Batavia. Batavia, het Koningsplein, velen van jullie is dat wel bekend terrein, had men de Jappendam goedangs gemaakt van ATAP, waarin wij moesten bivakeren. Maar we werden te werk gesteld natuurlijk, het maken van loopgraven op dat plein waar hele vrachtauto's in konden. Ondergetekende werd te werk gesteld in het schoonhouden van kantoren van de JAP. Waarschijnlijk was het hoofdkwartier, want waar ik bezig ben geweest voor een week of 3, denk ik, dat was de Koning Willem III school. In ieder geval, na een poosje kwam er een oekase van de heren Jappe dat we ons moesten klaarmaken voor vertrek. En we moesten zoveel bagage meenemen als we konden dragen. Niet meer, want dat werd afgenomen. Dus gingen we op een goede dag, ik denk dat het 15 of 14 september zal zijn geweest, in gesloten kolonnen lopend naar station Senen in Batavia. Daar werden we in de trein gestopt, alles weer hartstikke blind, gewoon dicht alles. We mochten niet weten waar we naartoe gingen. In ieder geval, na een half uurtje met die trein, stopte dat geval en stapten wij uit. We moesten wel uit dat stappen natuurlijk. En toen bleek aan velen van ons dat we waren aangekomen in station van Tantion Priok. Nou, Tantion Priok, dat station is denk ik zo'n 2 kilometer verwijderd van de haven van Batavia. Dus we moesten van Tantion Priok, het station, naar ergens naartoe lopen, wat we ook nog niet wisten. Maar we konden natuurlijk wel een beetje raden wat er ging gebeuren. Want we zagen de schepen al liggen. Dus we zeiden tegen elkaar, dit wordt varen. Nou, we gingen dus van de trein lopend naar die haven toe. En ik ga je vertellen, een heleboel van onze medegevangenen hadden eigenlijk veel te veel bagage bij zich. En dat moesten ze laten staan aan de kant van de weg. En dat ging niet van zet maar neer. Nee, dat werd uit je handen geslagen. Gewoon met de achterkant van een geweer kon je op je lazen krijgen als je niet deed wat de heren Jappe hadden gezegd. In ieder geval, een hoop bagage werd aan de kant van, bleven achter aan de kant van de weg. Maar dat is 2 kilometer lopen, heb ik gezegd. Toen zei ik tegen mijn maat, Leen Sloot was dat, als wij gaan varen, dat, en daar ziet het naar uit, dan moeten we zien dat we achter in die rij komen. Dat moet je heel voorzichtig doen, want een heleboel Jappen die om ons en door ons heen liepen ons op te jagen en weer slaan en schoppen. Dus het moest een beetje tactvol gebeuren en wij raakten, je begrijpt het wel, uiteindelijk helemaal achter in die rij. Kwamen we aan bij de schepen aan de kant en toen zagen we het al,
Er stond, daar lag de Julio Mario voor de kant. Overigens, dat heb ik pas later ontdekt toen dat schip heette, want dat kon je nergens zien. Maar er stonden twee houten trappen tegen het schip aan. De achterste houten trap was bestemd voor ons. En de trap aan het voorschip was bestemd, wat we ook weer later ontdekten, Romusia's. In totaal kwamen wij met 2500 Nederlanders aan boord te komen. En de Romusia's waren er wel 4000. Dit is informatie die ik na de oorlog pas gehoord heb. Want wij telden niks natuurlijk. Maar toen wij aan boord kwamen, hadden we onze bagage gewoon op een grote hoop te gooien. Dus als je 2500 koffertjes hebt opgestapeld, dan kan je er niet meer overheen kijken. Maar die waren we dus eigenlijk op dat moment al kwijt. Het was niet van het hoeft niet, het werd gewoon van je afgepakt. En als je niet een beetje meewerkte, sloegen ze je nog helemaal in elkaar over. Ik kwam aan boord als een van de laatste, maar die ruimen waar, waar ze afhankelijk allemaal in moeten, waren al overvol. En wat hadden die Jappen nou gedaan? Die hadden de tussenruimen. Dus je hebt een scheepsruim, bestaat als regel uit drie verdiepingen. Onderruim, middenruim en de bovenruim. Onderste ruim was afgedekt, daar zat waarschijnlijk lading in. Maar die andere twee ruimen die erboven zaten, niks. Hadden die Jappen nou gedaan? Die hadden horizontale schotten aangebracht in die ruimen, waardoor er elk ruim eigenlijk weer uit drie verdiepingen ontstonden. En dat was ongeveer, ik denk, 70 centimeter hoog en ongeveer 1,75 meter diep. De krijgsgevangenen werden gedwongen het waren eigenlijk gewoon kruipruimtes, daarin te gaan. En ik zei, vertellen mensen, als het in Tantio Priok warm is, en dat was het, dan heb ik het over 40, 50 graden Celsius. Ja? Als je nou dan in een ruim gestopt wordt, want daar kwam het op neer, er is geen ventilatie, er is geen water, er is gewoon niks, ook geen bedden hoor. Je gaat er gewoon in. En dan met geweld al die in die tussenruimen. Maar daar berg je mee geen 2500 man meer op. Dus een deel moest noodzakelijkerwijze aan dek blijven. Dus wij, mijn maat en ik, die als laatste aan boord kwamen, hadden dus eigenlijk mazzel, geluk, dat we niet het ruim ingeslagen werden, want er was geen ruimte meer. Maar er werd wel gevraagd of iemand het beheer wilde accepteren over een zestal latrines. Latrines die hingen buitenboord aan touwen en dat waren gewoon houten kisten waar de bodem uit was en alleen een latje was laten zitten zodat je je voeten ergens onder kon zetten. En de bedoeling was dat mensen die hoge nood verkeerden in zo'n kistje kropen daar hun behoefte deden. Mijn taak was die arme tonders in die kistjes te helpen. Want een heleboel van die, zeg maar, walslurven, die waren bang. Gewoon bang. Het is ook hoog. Nou, en dus ik hield ze erin. Maar als ze klaar waren, moesten ze er weer uitgeholpen worden. En dan was het mee heel vaak smilaperij ontstaan. Dat was mijn taak, want ik had een emmertje met een stuk touw eraan, dat ik buitenboord water putste om die latrines een klein beetje schoon te houden. En dat was de dagwerk. Maar een groot voordeel had ik. De hatjekeuken, dan ga ik over keuken praten. De achterkant van die vrachtboot had een hatjekeuken. Want in vredestijd hadden deze schepen hatjes vervoerd. Dat zijn dus Mohammedanen die een bezoek wilde brengen aan Mekka. En dat was een goede business. Maar goed, in ieder geval, die jongens die hadden een eigen keuken. En in die keuken, daar stonden twee, soms drie ketels
waar rijst in gekookt kon worden. En de warmte kwam van afgewerkte stoom uit de machinekamer. Meer was er niet. Maar mijn geluk was, omdat ik een betrekking had, dat ik het aangeleverd kreeg. Dus ik kon gewoon bij de latrinetjes blijven. En er kwam wel een krijgsgevangene met een bordje met een klein beetje rijst erop. Niet te veel, hè? Dat begrijpt hij wel. Nou, maar we gingen dus varen met dat schip toen de hele zaak voor elkaar was. En we gingen vlak daarna weer ter anker, want er was een duikbootgevaar. Maar nou, er waren ook een paar mensen die angstig werden en die zijn overboord gesprongen en wilden terug naar de wal. Maar die werden opgepikt door de Jappen, die hadden kleine bootjes te varen, en weer teruggeleverd aan boord van het schip en kromgesloten in een of ander hok. En die heb ik ook nooit meer gezien. Maar we gingen dus naar zee. We wisten niet waar naartoe hoor, niemand vertelde wat. Maar wij zagen dus, op een gegeven moment kwamen wij in de buurt van Straat Soenda. En er ging die bakboord uit het schip, de Straat Soenda in. En we zagen de Krakatau in de verte. En we hey, we gaan dus, en dat was niet zo moeilijk te raden, we gaan naar Padang. Want de enige haven in Sumatra die dat soort schepen kan accommoderen, dat is Padang. De volgende goede haven, dat is Sabang. Want dan ben je al in de alweer een eind weg. Maar in ieder geval, wij verwachten Padang. Maar halverwege de rit naar even kijken, mijn klokje, naar Padang. We werden geëscorteerd door twee korvetten, Japanse korvetten. En een sleeboot en af en toe ook vliegtuigen boven ons. Dus we werden goed in de gaten gehouden. We kwamen dus ter hoogte van Ben Koele, aan de kust van Sumatra. En toen was er een enorme explosie in het voorschip. En we zagen een heleboel stoom uit de machinekamer opstijgen. Maar er werd geroepen, geen nood, er is een ketelexplosie, niks aan de hand. Maar ik vertrouwde het niet en ik ging bij mijn latrines weg om te kijken wat er nou echt aan de hand was. En ik ben net weg, ontplofte er een torpedo onder mijn voeten. Ik vloog gewoon een halve meter de hoogte in en dan weer versuft terug op dek. De ellende die toen ontstond, dat is niet te beschrijven. Als je nou even realiseert, onder mijn voeten, in dat ruim, had je dus al die lagen gecreëerd om een hoop krijgsgevangenen kwijt te raken. Volgens mij moeten er honderden doden zijn gevallen bij die eerste explosie al. Dat kon niet missen. Maar bovendien, de mensen aan dek, want er liep nog zwart van de mensen aan dek, die raakten ook in paniek. En niet zo'n beetje ook. Er stonden aan dek een stapel vlotten. Van een paar centimeter dik. En die werden overboord gegooid. Vaak op het hoofd van mensen die al overboord waren gesprongen. Als ze al niet door het gat gecreëerd door die torpedo's naar binnen werden gezogen. Het was gewoon een idiote toestand. En iedereen deed raar. Zelf heb ik even lopen kijken. En toen ben ik, en het schip ging al slag zijn maken over stuurboord. En dat zonk dus. En dan ben ik over het campagnedek naar de vlaggenstok gelopen. En daar ben ik overboord gesprongen. Want ik zag een plank drijven. Ik was een beetje te laat, want er was een andere drenkeling. Die was gewoon beter zwemmen dan ik. Dus die was ik kwijt. Maar geen nood, een poosje later kwam er nog veel meer hout aandrijven. Van die Junioaru. Het waren luiken die gaan drijven, doordat het schip zonk. Nou, toen heb ik liggen kijken hoe dat schip zonk. En het was bijna, het leek wel een film. Het schip ging langzaam achterover. En het typische was dat al die remoesja's, die gingen niet van dat schip af. Die stonden allemaal aan dek en allemaal te roepen van Tuan Nippon Tolong. Dat wil Japan, red ons.
maar hadden niet het benul of overboord te springen. Op een gegeven moment gaat het schip achterover en gaat hij rechtop staan. En dan voor een moment. En dan ineens recht naar beneden. En de moesjaars die vielen als appel uit een boom, gewoon naar beneden. En ik zag in een grote bubbel en weg was het hele schip met de mensen. Dus er zijn ontiegelijk veel mensen gewoon verdronken, zeer waarschijnlijk, doordat ze aan boord bleven. Omdat ze het nul niet hadden weg te gaan van het schip. Maar er was nog wat. Die twee corvetten die ons begeleidden, die gingen dieptebommen gooien. Daar ben je klaar mee hoor. Want water is nauwelijks samendrukbaar. Dus de druk die die dieptebommen creëerden, werden over kilometers afstand voortgeplant. Nou was ik getraind in dat werk. En ik wist, als je dat gaat meemaken, zorg dat je lichaamsopeningen dicht zitten. Want als je dat niet doet, dan ga je hele ingewanden gaan naar de Filistijnen. Door die druk van die dieptebommen. En dat probeerde ik mijn mededrenkelingen te vertellen. Maar ja, dat hielp geen fluit hoor, want ze waren helemaal daaps, zeg maar. Maar goed, in ieder geval, toen dat gegooi met die dieptebommen was afgelopen, toen zag ik een tank drijven, een watertank, een zoetwatertank. Dat was een tank dat stond bovenop het schavotje, zeg maar, van dat schip. En dat ging drijven. Ik zie hem komen. Nou, dus dat ging drijven. Maar die was half vol. Maar bovenop die tank lag een houten beschieting. Dat was bedoeld om de hitte van de zon tegen te gaan. Anders gaat het water nog koken ook. Maar in ieder geval, dat was een heel geschikt voorwerp om een aantal mensen die niet konden zwemmen te ontvangen bovenop die tank. En er konden een mannetje of 20 op. En daar heb ik me ook bij aangesloten. Maar toen kwamen wij de volgende dag, toen lagen we al 20 uur in het water, kwamen plotseling een hele groep Japanners tegen. Allemaal soldaten die bewapend waren en keurige zwemvesten om hadden. Dat hadden wij niet in. Nee. Dus die kwam naar dat tankje toe, want dat vonden ze zelf ook wel mooi. En joegen ons weg op de bajonet. Een van die knapen kwam naar mij toe en die drukte me onder water. Maar ja, ik dacht, als je mij verzet, dan ga jij wel mee. Dus ik ging aan die Jap hangen. En die trok ik dus mee onder water. Die Jap die kreeg het benauwd en die liet me los. Dan kon ik weer naar boven. En van boven water. Maar ik dacht, nee, dit wordt niks. Dus ik ben weggezwommen van die tank in dat blauwe hinein. Want waar ga je heen? Nergens naartoe natuurlijk. Alleen maar weg. Van die Jappen vandaan. Nou, die Jap die proestend boven water kwam, dat het benauwd had gehad, werd heel erg boos. En wat deed hij? Hij trok zijn bajonet en gooide het naar mij toe. Rakelings langs mijn oor. Wel mis, want dan zat ik er niet gestaan. Dus ik wil verder zwemmen. En dan ga ik. Ja, ik ga afronden nou. Want er is nog een heel verhaal te vertellen, want het gaat zo vlug niet. Maar op een gegeven moment zag ik. Ik dacht dat het een onderzeeër was die ons kwam oppikken. Maar nee, het was de omgekeerde sloep van die Juniomaru. Die lag op zijn kop. En daar zwom ik naartoe, klom er bovenop, ging erop staan en trok aandacht van 15 toevallig allemaal Ambonezen. En die Ambonezen, met die 15, hebben wij kans gezien om die sloep in het water om te draaien. Vervolgens hebben we een luchttank, want onder in een reddingsboot, die blijft namelijk drijven op zijn luchttanks. Een van die luchttanks hebben we eruit geslapt. En ik had nog een lepel in mijn zak, een stalen lepel. En die hebben we door dat dunne roodkoperen materiaal heen geslagen, zodat we op een gegeven moment twee hoosvaten hadden. En toen twee man erin en hebben we die boot, hebben we leeggehoosd
En we zagen zeilen beneden. En ik wilde, dat is een droef verhaal hoor, dat ik wilde naar de andere drenkelingen toe. Want wij waren nou met een mannetje 15, 16 in de sloop van zeker 75 tot 80 man kan huizen. Maar die Ammonezen die verdomde dat en namen het roer van mij over. En die stond gelijk onder dreiging. En ze voeren richting Sumatra kust. Gewoon in de steek laten van al die andere drenkelingen. Volgende ochtend werden we gepraaid door de Jap. En die Jap die kwam langzij. En het eerste wat die Jap vroeg, wie is hier de handjam? Dat is, wie is hier de voorman? Allemaal wijzen naar die blanke klojo, dat was ik. Ik kreeg gelijk een pak op mijn donder, dat wil je niet geloven. Ik sloeg me tegen dekker en ik was gewond, mijn hele borst lag open, door het schuren van een baal sisal die ik gebruikt had om op te drijven. In ieder geval, pak slaag. Maar omdat ik uit die boot kwam, was ik ten opzichte van de rest vrij fit. En jong, hè? Want waar ik over praat, is wel 67 jaar geleden. Dus toen was ik iets van 23. En dan kan je een hoop hebben. In ieder geval, de Jap die maakte mij voorman op het achterschip. En wat was nou mijn taak? Alle mensen die in slaap vielen of versuft waren, overboord gooien. Want dan had die Jap niks aan. Dan kwam er weer een andere lading. Ik ga afronden. In ieder geval, we zijn met die club in Palen aangekomen en toen begon de ellende pas echt.